In deze video moeten we prijzen gaan raden van de auto's die wij zien. Degene die het goed heeft of dichtstbij zit, krijgt een punt. En degene die het fout heeft, die krijgt een vastknijper in zijn gezicht voor de rest van de video. En geloof me, dat doet pijn. En oh ja, Chica is er vandaag ook bij. Oké, de allereerste auto die we voor ons hebben is een Kia Picanto. En nee, dames en heren, ik zie niet de prijs van de auto. We zien gewoon een foto. Hé, hey, rustig man, neem het jointje. De nieuwe prijs. Oké, ik heb mijn prijs opgeschreven. Ik kan het nog niet laten zien. Oké, ik vraag aan jou, ja. Denk je dat die meer dan 5000 is of niet? Heb jij 5000? Nee, ik zeg het niet. Ik vraag jou. Denk je dat het sowieso meer? Oké, wie gaat het eerst laten zien? Allebei tegelijk. Nee, oké, tegelijk. 3, 2, 1. En heb jij 7000? Ik heb 7000 euro. Huh? Ah, ik was knijpen. Auto kost 18.000 euro. Ja, ik wou bijna 20 doen. Hé, wacht! Nee, jij bent dichterbij. Dus omdat hij dichterbij is, moet ik een wasknijper doen. Wil jij bij mij zitten? Ja. Ik ga je vermoorden. Maar wat gaan we doen? Het wordt steeds meer pijnlijk, maar elke keer komt een wasknijper bij. Nederlands is een moeilijke taal om te leren. Op je bak. Doe pijn. Nee. Oké, de auto die we nu voor ons hebben, is een Polo. Wat zeg je, Polo? Er staat hier toch Polo achter? Dag of 7, man. Het is een nieuw Polo. Welk jaar? Ik weet niet welk jaar, dus we moeten gewoon kopen hoe die eruit ziet. Nieuw prijs, hè? Dit is niet de marktplaats. Oh, die wasknijper doet pijn. Bro, schiet op mijn wangvat eraf. Ik zie veel mensen in de Polo rijden. Zo'n Polo? Ja, man. Wat als we tegelijkertijd hebben? Dezelfde prijs? Dat kan niet. Wat dan? Allebei wasknijpen? Oké, we gaan de prijs laten zien die wij hebben opgeschreven. 3, 2, 1. 45.000? Ben je gek geworden of zo? 45.000. Hoeveel is het? We gaan even kijken of de auto kost. De prijs van de auto. Ik zie hem hier voor me. Als je me niet gelooft, kan je meekijken. 26.990 euro. Dit is niet wat juist. Ik ben dichterbij. Oh, mag jij kiezen? Kom hier met je mooie gezicht. Ik doe hem gewoon terug op je wang. Nee, wacht. Of op je haren. Nee, nee. Ik heb geen haren. Op je oor. Volgende. Big mumbo clap when the pussy. De volgende auto is een Porsche 911. Is dat 911? Ja, welk jaar? 1996. Is oud. Ik weet niet welk jaar, man, maar het is wel 911. Het is wel, ja, voor 2000 sowieso. Ik weet hem al. Weet je, man? Nu prijs, hè? Hoeveel die nu is, toch? Prijs, ja. Hoeveel die nu verkocht wordt. Ja, ja. Ik weet er eentje. Ik weet de prijs, denk ik. Je hoort me veel nullen te schrijven. Of niet? Ik weet niet. Misschien flash ik jou. Hé, maar even stress, bro. Die was knijper. Echt pijn. Besef, dames en heren, aan het einde van de video zit onze hele hoofd onder wasknijpers. Dus blijf kijken en vergeet niet te... Oké, ik ben benieuwd, maar ik ben echt benieuwd. Ik heb echt niet gekeken. Ik heb maar wat opgeschreven. We gaan de prijs omdraaien in 3. Wat heb je opgeschreven? 58,5. Ik heb 60. Ik heb 60k. Bro, we zitten dicht op elkaar. Hey, kom. Kijk die prijs. De Porsche 911. SC Coupé. Oh. 69.950 euro. Ik ben weer dichterbij. Ik besef het niet pas. Bro, we waren echt close. Lekker voor je weef. Andere oor? Ja, hij is gewoon andere oor. Yeah. Volgende auto die wij moeten raden is een... Oeh, een Audi. Wat is... Ja, nee. Maar we moeten wel weten wat het is, jongen. Nee, weet je, je ziet straks pas. Hé, hey, rustig, man. Waarom, bro? Het is autokennis, man. Ja, maat. U8 2018. Ja, of een SQ8. Ik weet hem. Ik weet de prijs ook, man. Ik weet... Een vriend van mij heeft er eentje. Iets andere. Q8. Ja, niet de Q8, een andere. Staat een cap. Bro, ik maak echt een grapje. Wijsknijper. Je wijsknijper doet pijn, nee. 3, 2, 1. Wat heb je opgeschreven? 75.000. 75.000? Ik heb 80.000 opgeschreven. De prijs van Audi Q8. Q8? Geen die kwetskijper. Audi Q8 is 100.280 euro. Waarom die 280 euro? Doe gewoon 100.000. Ik drop je nossel, man. Nee, vleugel. Nee, niet deze vleugel, als je wel gek. Kan niet. Oh! Oh. Hey. Wat was die puist? Mijn poes toe. Was het die puist? Ja, fijn. Oké, dan. Volgende auto. Volgende auto die wij moeten raden is een... Wat is dit? Ja, een Mustang. Het is Mustang, sowieso. 1980, denk ik. Waar? Ja, die is een prijzig, maat. Die heeft je vader niet, hè? Ik weet hem. Ik denk dat ik hem weet. Oh, jullie gaan aan het einde van de video zien hoeveel rode vlekken ik omhoog ga hebben. Aan het einde van de video hangt zijn oorlog op de grond. Laat het nu dicht, ik heb het nodig. Oh, daar gaat je shirt, maatje. Oké, de prijs die ik heb opgeschreven. Ik doe eerst draaien, hè?
Hoeveel heb jij geschreven? 40 kop. 40.000 euro. 120 kop. Ik heb 120.000, hij heeft 40.000 euro. Een Ford Mustang. Oh my days. Zeg ik zo? Hij kost 27.000 euro. Bro, ik zat er 100.000 euro naast. Bijna had ik hem goed. Ik had hem bijna goed. Wat is er? Kan je niet kiezen. Andere wang? Ah, nee, niet wang. Nee, wang pijn, man. Nee, hoor. Boven? Ja, is goed. Oh, onder. Ja, oh, boven is goed. Drie pijn. Oeh! Volgende auto, mijn droomauto. Een Urus. Mansoor. Lamborghini Urus. Dat is geen Mansoori. Oh. Een Lamborghini Urus. Ik ga gelijk schrijven, man. Ah, je weet hem. Ligt er ook een beetje aan welke je hebt, welke opties en zo, maar ik denk dat ik hem precies weet. Dames en heren, jullie kunnen ook meespelen. Typ nu alvast beneden wat je denkt voor die Urus kost bijvoorbeeld. En ik ga één van jullie reacties, ga ik liken. Nee, wat zeg ik allemaal? Boeit echt niet. Je krijgt niks aan. Ik krijg niks, nee. Oké, 3, 2, 1. Hoeveel heb je opgeschreven? 70.000. 70.000? Hé, hey, rustig! Denk je dat het een polo is of zo? Ik heb 320.000. 320.000. Hey, 170.000. Zit je er nog de helft? Oké, ik heb 320.000, hij 70.000. Ga kijken wie er goed heeft. Lamborghini Urus, man, sorry. Is het wel, man, sorry. Ik neem mijn woorden terug, dames en heren. Ik dat. Ik zit op de helft. 786.940 euro. Je ziet het hierboven. Ik zei toch, man, sorry. What the fuck? Dan had 400 kop sowieso geschreven. Maar dit is nog steeds de helft. Maakt niet uit, dat is toch wel. Bro, 800.000 euro. Kom, doe die wasknijper in mijn hoofd, ik kan niet meer. Oh ja, wasknijper. Dames en heren, deze voor jullie. Ik zet hem op. Op je wenkbrauw. Oh my god. Hey, kijk er niet. Nee, dat doet wel pijn, man. Nee, een puntje van je oor. Hey dan, let's go. Nog twee te gaan, hè? Ja, nog twee. Eén. Nog één? Eén. Eentje, we hebben nog eentje te gaan. Ja, man, nog eentje. Ik had nog één papiertje over, dus klopt wel. Oké, let's go. We gaan naar de laatste auto. Winnende punt, vind ik. Degene die nu fout heeft, moet met een extra wasknijper 10 push-ups doen. In de zon. Volgende auto is een Mary. Wat is het? Een Gela? Nee, CLA ook niet. Oh man. Sorry dames en heren, ik heb echt weinig verstand van Mercedes. Sorry. Maar ik denk GLA. Dat is geen G-klasse, wat zeg ik al? Je zei Sully. Sully. CLA, dat is een CLA denk ik. Auw! Bro, je waterhoofd beukt mij vast. Dat is een GLA. Ik kan niet lezen, tekst is wazig. Nee, niet kijk naar Gwen. Even ik niet afspreken met elkaar. Ik wil alleen een jaar weten. Dat moet ik sowieso. Ik heb hem niet. Ik weet hem. Ik heb hem opgeschreven. Hoe de hele manier. Ik kan niet. Hé, wat kan ik lezen? Man, lees dat op papier, hé. Flikker. Oh, bro, dit wasknijper moet ik echt wat eraf halen. Ah. Oh. 3, 2, 1. 30 kop. Ik heb 45.000. Wat is die prijs? De prijs van de Mercedes GLA. Ik zat wel goed. 51.614 euro. Oh. Goed gespeeld. Dat was... Nog één wasknijper. En je moet 10 push-ups doen, maatje. Oh, op je andere wang. Ah, mijnen gaan eraf. Ik heb gewonnen. Lekker voor je. Oké, 10 push-ups. Oké, man gaat 10 push-ups doen. 2, 3, 4. Vergeet niet te liken, dames en heren. 8, 9, 10. Tot de volgende keer. Hé, bro. Astafari, man. Dames en heren. Mijn wang is gekanteld. Like deze video, alsjeblieft.